Goedemiddag iedereen, welkom bij deze academische zitting die ik hierbij open. Een zitting waarin mevrouw Willaert haar academisch proefschrift in het openbaar zal verdedigen. Het proefschrift is geschreven in het Engels onder de titel Online Community Care Platforms for Older Patients. Adults, for older adults, sorry. Alvorens wij overgaan tot de oppositie en de kandidaat tot haar verdediging zal laatstgenoemde een korte samenvatting geven van de door haar verrichte onderzoekingen. En een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en conclusies. Ik verzoek u nu aan die voordracht te beginnen en wens u het komend uur veel succes. Dank u wel. Geachte prorector, leden van de corona, lieve familie, vrienden en collega's. In de komende 15 minuten wil ik jullie graag meer vertellen over het onderzoek dat beschreven staat in mijn proefschrift. Online Community Care Platforms for Older Adults. Do they support aging in place? In onderzoek naar de meerwaarde van online wijkplatformen voor thuiswonende ouderen. Ouderen leven steeds langer en onder betere levensomstandigheden. Onder andere door de groei van de oudere bevolking en de afname van de hoeveelheid professionals om voor deze oudere bevolking te zorgen, is de wijze waarop we jarenlang voor ouderen hebben gezorgd niet langer houdbaar. De verwachting is dat oud worden in de eigen omgeving, oftewel zelfstandig thuiswonen van ouderen, een positieve impact zal hebben op het gezondheidszorgsysteem. Onder andere omdat er dan minder formele zorg voor ouderen georganiseerd hoeft te worden. In Nederland is het bevorderen van thuiswonen daarnaast ook een manier om de participatiemaatschappij verder vorm te geven. Mensen in deze samenleving, zo ook ouderen, worden steeds meer verantwoordelijk gehouden voor zichzelf, de zorg voor anderen en het welzijn van hun gemeenschap. In samenhang met de nadruk op oud wordende eigen omgeving is er dus een groeiende nadruk op gemeenschapszorg. Het idee is dat als mensen elkaar onderling meer helpen en voor elkaar zorgen, er minder aanspraak gedaan hoeft te worden op formele zorg. Het helpen, ondersteunen en zorgen voor elkaar zijn activiteiten die deel uitmaken van maatschappelijke participatie. Het idee is dat ouderen langer thuis willen blijven wonen, zij maatschappelijk zullen moeten participeren en een aanspraak zullen moeten doen op bronnen uit hun gemeenschap, zoals hulp van buren, om thuis wonen beter mogelijk te maken. Door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie, zoals e-health, valdetectie, personenalarmering en leefstijlmonitoring, ontstaan er nieuwe kansen voor ouderen om langer thuis te blijven wonen. Er staan ook nieuwe kansen door technologische oplossingen die ouderen ondersteunen om maatschappelijk te participeren. Met name online wijkplatformen zouden hier een belangrijke rol kunnen vervullen. Met online wijkplatformen kunnen inwoners van een wijk, zo ook ouderen, verschillende applicaties raadplegen. Een voorbeeld van zo'n app is een tool voor de uitwisseling van informele hulp, vaak elkaar helpen genoemd, of een lokale agenda waar men informatie kan vinden over lokale evenementen. Zodat u een beeld kunt vormen over hoe zo'n online wijkplatform uitziet, laat ik u nu graag een video zien van het platform Cubigo. En dit platform stond centraal in onze studies. Ik wil op de online technologieën en toepassingen samen met een eenvoudig en overzichtelijk dashboard met volle knoppen, de Cubigo Cubes. U hoeft maar eenmaal in te loggen om ze allemaal te kunnen gebruiken. Deze Cubes werken bovendien op elke tablet. Smartphone, computer en slimme knieën. En kunnen eenvoudig van afstand worden overgevoerd. Maar wat is Cubigo dan concreet? Wel, Cubigo is met name gericht op het uitbouwen van een zorgzaam netwerk. Met een simpel druk heb je contact met familie en mensen uit de buurt. Zoek je lokale evenementen, plaats je eenvoudige stellingen bij lokale winkels, maak je een afspraak bij de huisarts, kan je hulp inroepen van buren. Ontvang je meditatieherinnering, zet je liefdesgesprek op met je kinderen en ga ze zo door. Op die manier bieden we alle middelen van de lokale gemeenschap en zijn inwoners om een echte zorgzame buurt te worden.
waar iedereen van waar wordt van het standrecht en comfortabel vuistrecht werd. Het voornaamste doel van mijn proefschrift was om online wijkplatform voor thuiswonende ouderen te evalueren, die waren ontwikkeld op basis van wensen en behoeften van eindgebruikers. Deze platformen waren allemaal gericht op het ondersteunen van ouderen om maatschappelijk te participeren, om zo thuiswonen beter mogelijk te maken. Om online wijkplatformen te evalueren is er gekozen voor een aanpak die bestond uit verschillende studies. Ten eerste is er een literatuurstudie onderzocht welke beschikbare online platformen er waren voor zorg en welzijn voor thuiswonende ouderen in Nederland. Vervolgens is er samen met thuiswonende ouderen een platform, een online wijkplatform, ontwikkeld en getest. In de derde studie is er tijdens een langdurig traject samen met ouderen uit Heerlen een platform ontwikkeld en geëvalueerd. En tijdens de vierde studie stond in een wijkplatform in Grubbevorst centraal. En in de evaluatie van dit platform hebben we onder andere onderzocht of ouderen impact ervoeren door het platform op hun maatschappelijke participatie. Tot slot hebben we verschillende teams in Nederland bij elkaar gebracht, die zich bezighielden met de implementatie van online wijkplatformen, zodat zij kennis konden uitwisselen en ervaringen konden delen. En al deze studies komen in deze presentatie aan bod. De eerste studie stond in het teken van het onderzoeken van de beschikbare literatuur, met als doel een overzicht te creëren om beschikbare platformen en hun kenmerken, doelen en applicaties in kaart te brengen. We onderzochten wetenschappelijke databases en de grijze literatuur. En publicaties of beschrijvingen werden meegenomen. Als het platform dat daarin beschreven stond, voldeed aan verschillende eisen, zoals dat ze 2 applicaties hadden en vrij toegankelijk waren voor ouderen, thuiswonende ouderen. Na verschillende selectierondes bleven uiteindelijk 21 platformen over, waarbinnen wij 3 typen konden onderscheiden. Het eerste type dat wij konden onderscheiden waren online buurt- of wijkplatformen. Deze platformen waren ontworpen om buurt of wijk te ondersteunen door in te zetten op het vergroten van sociale cohesie en het stimuleren van onderlinge burenhulp. Het tweede type dat wij vonden waren zorgnetwerk- en coördinatieplatformen. Deze platformen waren ontworpen om de zorg rondom de thuiswonende ouderen te coördineren. En tot slot, als derde type, vonden wij system integrator platformen. Die waren ontworpen om bestaande diensten en applicaties te integreren in hun eigen software. In de tweede studie ontwikkelden en testten we samen met thuiswonende ouderen een online wijkplatform. Het onderzoek werd opgezet volgens een user-centered design en daar werd een prototype ontwikkeld. En op deze slide ziet u een afbeelding van dit prototype. Dit prototype werd getest op 33 thuiswonende ouderen. Het user-centered ontwikkelproces resulteerde in functionele en technische eisen. En deze eisen vormden de basis voor de ontwikkeling van een online wijkplatform op een standaard computer met 11 applicaties. De apps contacten, diensten en berichten werden veruit het meeste gebruikt. En gebruik van het platform was het hoogst tijdens de eerste 2 weken van de testfase en nam daarna gestaag af. Hoewel de overgrote meerderheid van de deelnemende ouderen positief was over de bruikbaarheid van het platform, gaf slechts een minderheid aan het platform van toegevoegde waarde te vinden. De derde studie van het onderzoek laat slechts... De derde studie richtte zich op het online wijkplatform met de naam Mijn Molenberg. Molenberg is een buurt in Heerlen. Het ontwikkelde platform voldeed aan belangrijke randvoorwaarden uit de literatuur en aan gebruikerseisen die tijdens een user-centered ontwikkelproces werden vastgesteld. Tijdens dit ontwikkelproces werden thuiswonende ouderen uit Molenberg en verschillende andere belanghebbenden regelmatig gevraagd om feedback te geven op de apps van het platform. De ontwikkeling en implementatie waren beide een zeer intensief proces die meer dan een jaar in beslag nam. Echter, nadat het wijkplatform online ging, werd het nauwelijks gebruikt door thuiswonende ouderen. Het primaire doel van deze studie was daarom om in kaart te brengen waarom deze ouderen het platform wel of niet gebruikten. Deze studie werd opgezet volgens een kwalitatief design, waarbij 17 gebruikers en niet-gebruikers van het online platform werden geïnterviewd in focusgroepen. De resultaten van het onderzoek laten slechts 1 motief zien om het platform te accepteren. Namelijk dat de aanwezigheid van het platform in de buurt hun een positief gevoel gaven dat er iets gebeurde in hun buurt. De rest van de motieven wezen erop om redenen voor ouderen om het platform af te wijzen. Het platform werd bijvoorbeeld beschouwd als een innovatie die extern was ontwikkeld en het werd niet echt ervaren als iets van henzelf. Het platform werd niet gezien als toegankelijk of als gebruiksvriendelijk of ook dat de informatie eigenlijk niet ofwel verouderd was of niet in overeenstemming was met de verwachtingen.
Er was een gebrek aan identificatie met de doelgroep en er bleek geen behoefte aan de beoogde uitkomsten van het platform. Namelijk, er bleek geen behoefte te zijn om maatschappelijk meer te participeren op lokaal niveau. De vierde studie werd opgezet volgens een pretest, posttest, observationeel design. Het doel was om het gebruik, de verwachtingen en de ervaren impact te onderzoeken onder 47 oudere gebruikers van het online dorpsplatform Grubbevorst Online, ook wel Go genoemd. Twee vraaglijsten werden bij de oude gebruikers afgenomen in het begin van de studie en 4 maanden later. De eerste vragenlijst was met name gericht op het in kaart brengen van de verwachtingen van Go. En de tweede vragenlijst was met name op gericht om te ontdekken in hoeverre dat die verwachtingen van Go daadwerkelijk uitkwamen. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat apps over communicatie, zoals berichten en over informatie over het dorp, het meest gebruikt werden. Slechts een minderheid van de deelnemers gaf aan regelmatig of dagelijks gebruik te maken van de apps op het platform. Daarnaast nam in algemeen het gebruik van Go af tijdens de 4 maanden na de pretest. Zoals u in dit figuur kunt zien, was de ervaren impact van Go bij de deelnemende ouderen significant lager dan hun aanvankelijke verwachtingen ten aanzien van verschillende indicatoren. Als we bijvoorbeeld kijken naar zorg- en welzijnsdiensten inschakelen, de laatste staafdiagram in dit figuur, dan ziet u dat circa 47% van de deelnemende ouderen aangaf de verwachting te hebben dat zij het platform zouden gaan gebruiken om zorg- en welzijnsdiensten in te schakelen. Toen deze ouderen gevraagd werd in een posttest om aan te geven in hoeverre zij dat daadwerkelijk zorg- en welzijnsdiensten hadden ingeschakeld met het platform, gaf slechts 2% aan dat gedaan te hebben. Deze significante verschillen tussen verwachtingen en uitkomsten zien we ook bij informatievoorziening over het dorp en bij hulp zoeken en hulp geven aan dorpsgenoten. Om verschillende ervaringen met de implementatie van online wijkplatform het land op te halen, organiseerden we een werkconferentie. Ter voorbereiding op deze werkconferentie werden interviews gehouden met projectleiders die zich bezighielden met de implementatie van online wijkplatformen. En de input van deze interviews werd gebruikt voor een werkconferentie. Zoals reeds tijdens onze eigen studies ervaren, bleek het implementeren van online wijkplatformen zeer complex. Ook de projectleiders hadden vergelijkbare ervaringen met betrekking tot belemmerende factoren. En zo ook in de werkconferentie. En wij konden daaruit 5 uitdagingen destilleren. Het bleek, en waarvan ik er 2 overigens zal toelichten. Het bleek een uitdaging om commitment en medewerking te krijgen van samenwerkende partners. De verantwoordelijkheden van deze partners waren onvoldoende helder, waardoor onduidelijk bleef welke concrete acties en inbreng verwacht werd. Ook werden belemmeringen ervaren ten aanzien van het gevoel van eigenaarschap. Ook hier beschouwde ouderen het platform als niet iets van henzelf, of iets waar zij überhaupt voor gekozen hadden. Uit onze studies blijkt dat online wijkplatformen die gebruik maakten van de Cubico software nauwelijks werden geaccepteerd of gebruikt door thuiswonende ouderen. En het lijkt erop dat deze platformen in minimale of vrijwel geen impact hebben gehad op oud worden in de eigen omgeving en maatschappelijke participatie. Het is onduidelijk of deze uitkomsten anders zouden zijn geweest voor platformen met andere software, aangezien we deze niet hebben onderzocht. De ontwikkelingen lopen uiteen. Sommige platformen laten de doelstelling los om thuiswonende ouderen te ondersteunen in maatschappelijke participatie. En anderen hanteren deze insteek nog steeds. Het is bijgevolg nog onzeker of we door moeten gaan met het implementeren van online wijkplatformen. Ik hoop dat ik jullie met deze presentatie inzicht heb kunnen geven in het onderzoek. Graag geef ik het woord terug aan de prorector. Duidelijke boodschap blijkbaar. Mooi binnen de tijd gebracht. Dank daarvoor. Dan gaan we nu over tot de oppositie en u tot het verdedigen van uw proefschrift. De oppositie wordt namelijk geopend door professor Krutsen. Maar ja, ik kan nog zeggen dat alle manuscriptbeoordelingsleden van de manuscriptbeoordelingscommissie die zijn aanwezig. Dus dat zal ik niet telkens aankondigen. Alleen de laatste opponent was niet lid van dat gremium. Dus voor hem was dat boekje vrij nieuw toen hij het moest gaan voorbereiden. Alle anderen kennen het natuurlijk al weken tot maanden. De eerste opponent is professor Krutsen. Hij is hoogleraar gedragsverandering en technologie aan deze universiteit. Professor Krutsen. Dan zit hij aan daar. Ja. Dank u wel. Ja, hier achter het plastic. Mevrouw de promovendus, mijn complimenten voor het proefschrift inderdaad. Deze
plastic hokjes geven misschien het idee dat de wetenschap letterlijk in hokjes denkt. Volgens mij is het, heeft een heel mooi multidisciplinair werk gedaan. Ook al heel veel mooie publicaties. En nou, de hele leescommissie was tevreden over het boekje, dus daarom staat hij hier volledig terecht. En ik was ironisch genoeg vorige week bij een promotie in Wageningen. En die had eigenlijk, die promovendus kwam tot dezelfde conclusie als uw stelling 3. Dat inderdaad, nou ja, niet qua formulering, maar de boodschap was ook van die betrokkenheid van die gebruiker is niet een soort toversokje waardoor opeens alles beter gaat werken. En volgens mij inderdaad is het ook meer een voorwaarde en geen garantie voor effect of impact, zoals u het noemt. Ik heb natuurlijk ook vragen. En mijn eerste vraag gaat eigenlijk over hoofdstuk 2. Daarin beschrijft u hele rijke data, zowel die interviews als die logfiles. U voelt nu komt een maar. Maar de beschrijving van hoe u die data heeft geanalyseerd vond ik niet heel erg rijk. Op bladzijde 26 staat simpelweg van the interviews were transcribed and then they were qualitatively analyzed. Punt. Dus mijn eerste vraag is, zou u daar wat meer over kunnen vertellen hoe u die data geanalyseerd heeft? Hooggeleerde opponent, hartelijk dank ten eerste voor de complimenten ten aanzien van het proefschrift. U vraagt mij in te gaan op de data-analyse en de wijze waarop die is uitgevoerd ten aanzien van het ontwikkelartikel. Ja. Oké. En dat wij dat u het wat formulier vond. Ja. Oké. Wij hebben daar de data kwalitatief geanalyseerd en zover ik mij nu op dit moment kan herinneren was dat een open, meer een conventional content analysis. Dus was een open analyse waarin wij hebben gekeken naar de categorieën die daaruit ontstonden. En zo hebben wij ook gekeken naar wat dan naar boven kwam en dus ook de behoeftes van deze ouderen daaromtrend. Ja, dus dat was volledig data gestuurd eigenlijk. Die, ja, het was ja. Zeer grounded, ja. Oké, en dan heeft u inderdaad ook nog die logfiles. Daar komt ook data uit. En kun je iets vertellen over hoe u die twee bronnen van data heeft gecombineerd? En bedoelt u met de logfiles de frequentie? Die benoemt u inderdaad expliciet als één databron en u heeft die interviews. En u komt natuurlijk wel tot een gezamenlijke conclusie. Dus eigenlijk, hoe heeft u die data getrianguleerd, zoals dat dan heet? Wij hebben in die zin die niet per se getrianguleerd, omdat de logboeken vooral inzicht gaven in de wijze, of de logfiles vooral inzicht gaven in de wijze, de mate waarin het platform gebruikt werd. Ja. Ja, dus niet dezelfde onderzoeksvraag stond centraal bij die verschillende databronnen. Nee, dat snap ik. Maar dan gaf die interviews bijvoorbeeld dan wel ook een inzicht bijvoorbeeld waarom bepaalde dingen dan nog niet gebruikt zouden kunnen zijn geworden. Ja. Nou goed, die conclusies hebben wij, die triangulatie hebben wij dan dus gedaan op de wijze waarin wij, en dat hebben we ook, daar hebben we het ook over in de discussie, waarin wij vooral heel erg de invloed zagen van de push die de onderzoekers gaven in het gebruik. Dus dat is wat we. Dus daarin hebben we wel verbanden gelegd natuurlijk tussen die twee verschillende databronnen. Namelijk dat zodra de onderzoekers opdrachten begonnen te geven, dat we dan dus ook een toename zien in dat gebruik. Ja, maar we hebben dat niet expliciet gevraagd of dat de reden was bij deze mensen of ze het daadwerkelijk meer gingen gebruiken daardoor. Ja, oké, helemaal helder, dankjewel. Kijk even naar de tijd, ik heb volgens mij nog heel even tijd. Dan wil ik met u graag naar hoofdstuk 3 gaan, de scoping review. En dat beschrijft eigenlijk allerlei bestaande platformen al aan de hand van een hele lijst kenmerken. En die staan dan ook op bladzijde 45 samengevat. Waar komen die kenmerken vandaan? De kenmerken die wij beschrijven, ja. Die hebben wij ook. Wij hebben gezamenlijk met een relatief divers team samengezeten. En dus eigenlijk gekeken welke kenmerken zien we hier eigenlijk. Dus die waren ook, platformen waren nog niet beschreven. Dus wij hebben eigenlijk heel erg gekeken van wat zien we hierin terug en waar scharen we wat onder. Dus die zijn ook heel erg vanuit de data eigenlijk naar voren gekomen. En op die manier hebben we eigenlijk die kenmerken zelf ontwikkeld. Ook net zoals eigenlijk die typologie ontwikkeld is, op dezelfde wijze.
Ja, dus die is ook weer heel data gestuurd, begrijp ik. En u noemt al inderdaad, we hebben een heel divers team. Mm-hmm. En hoe, zeg maar, de uitkomsten zijn een heel mooi rijtje. Maar hoe uitte die diversiteit zich, zeg maar, in het, hadden jullie veel overeenstemming dan ook? Nou, dat, die bereikten we simpelweg door met elkaar over daar in gesprek te gaan. En wij hadden een oudere ICT'er en een junior onderzoeker. En ikzelf ook toen nog relatief junior. Maar ook leden van het team hebben natuurlijk meegekeken van welke wijze kunnen nou dit het beste categoriseren. Dus ik denk juist dat meer het technische aspect rondom die hardware bijvoorbeeld en dergelijke, dat dat bijvoorbeeld heel erg input zou zijn van Ger, de ICT'er. Helemaal helder. Dank u wel voor uw antwoorden. Ik geef het woord graag terug aan de projector. Dank u wel, professor. Dan wordt nu ook iets goed stellen, professor Maar. Please use the microphone. Sorry, ja. Zijn oppositie, de oppositie van professor Maas zal zijn in het Engels. Dear candidate, dear Sarah, thank you very much. I mean that I can be part of this entire commission, and congratulations to you to stand here, and also to your promoters and co-promoter. I think it's a fine piece and of a very societally relevant topic. And I think that is something that is very much looked for and helps or holds potentially implication for policymakers and also for commercial organizations. Great work. And naturally in these times, I think of the pandemic, I think it's even more relevant. I mean, if you think about Christmas, we think about there might be some other, let's say times that we spend without our family. And then it triggered me to think about what extent your work can actually be part of bringing the relatives, the community, the peers together. And I think if you trigger this in people, I think then you can really say that you have a societally relevant topic chosen. Congratulations. But I'm not here only to give comments, positive comments. I'm also here to ask certain questions, which might be also clarification. I would start with a question that is very much related to also some of the work we have been doing on service and social robots, which is a field, as I said, that I'm particularly interested in, but I think a lot of other people here in this room as well. We have been studying robots that support independent living and as guardians for people with dementia, for instance. In both settings, we see that the physical element of a robot can offer something, be it like looking like a humanoid that you can touch, that you can talk to, that moves with you, makes a big difference, for example, than having an interface only, which is a tablet or a phone. So could you imagine a complementary role of a robot being social or service focused in your work on platforms, on these online platforms? What kind of positive effect on online connectedness could be achieved, or maybe your positive effects could be enhanced, or some of your negative effects could be reduced by tapping into the physicality of digital solutions? And I think that would help to make the entire ecosystem more integrated and in sync. Looking forward to your thoughts and your reflection. Highly esteemed opponent, thank you kindly for your kind words and your compliments as well. If I understand correctly, you're asking me to reflect on the more physical component, right, if we would incorporate robots and community platforms together, for example. Yeah. Yeah. So I'm not sure, actually. I don't think that, I think I had a lot of my colleagues researched assisted robots or and service robots, for example. And I think that their presence, more like a butler wise, assisting the more daily needs of people with dementia, is a very particular group, for example. So, but if we integrate them, I imagine seeing
a robot driving around in a room with a community platform as a face or something. So I'm not sure. I don't think that we first have to research if online community platforms can contribute at all before we think about making such incorporations, I think. And I think they have very different goals, assistive robots and community platforms. Community platforms are about social capital, cohesion, neighbor care, and not so much about individual focused. And I think robots are particular individual focused. But don't you see robots like an interface that can facilitate, for instance, the communication? I can train together with my peer. Maybe I can set up a Zoom call or something. So reminding me of activities with peers. So I'm not sure if a social robot would not fit with a social platform. Okay, I understand what you are trying to suggest, but then you could also just have an alarm function. Why do you need a platform incorporated into the social robot? I think you could also, if it's about reminders about social events in the community home or in the community mm-hmm. at all, then you don't need a robot, mm-hmm. I think. Yeah. Good. Thanks for your reflection. I am, and thanks for asking the question back. Normally it's the other way around. So I ask the questions. So, but good point. But it is something to consider. Maybe it helps. I mean, maybe it's the interface element that makes it much more intuitive for the elderly people also to communicate. That is what is compared to the interface of the tablet. And that's what we consider that it, yeah, thanks so much for this. Just a follow-up question, and the second short question is, I was wondering about, I called it a bit of a initial positivity bias of action research, and or let me put it very specifically, you find a decline of people, so there's a wow effect. I mean, people might be engaged in it and love it, and once the curiosity is saturated, people leave these platforms, or the research you mentioned that the researcher is then not engaged anymore, which brings away takes away the attention. I mean, could you think about a very different setup? How can we actually reach these or get the inputs, the motivational structure of this, let's say, less or not non-believers, the wrong way to call it, but the ones who are very skeptical about it? How do we get it? Maybe we have to get the different idea of these skeptical people about it, rather than to have these very positive people who are already enthusiastic. How would you set up a study? How would you change your design in order to get these very skeptical people? I think that the skeptical people have a function. Mm-hmm. So I think it's very important that they are there, because they teach us about the fact that a society is very broad. Mm-hmm. So, but if you ask me about to reflect on a design to study these skeptical people, there is a lot of possibility there. So is it about trying to understand why these people are skeptic? Then you talk to these people, so you would also have a qualitative design, I think, mm-hmm. And to deeply get to know them. And only then you know if they are skeptic, why they are skeptics, but also what drives them to be skeptic, because maybe they simply do not know how or do not want to. And as I describe in my dissertation, non-use is an active choice. Mm-hmm. So, yeah. But you can, if you want to know why, you can ask them. Thanks. I think my time is up. I mean, actually, more room for discussion. Thanks so much for the answers. Thank you, Professor Maar. Dan wordt de oppositie weer voorgesteld in het Nederlands door professor Zwakhalen. Zij is hoogleraar verplegingswetenschap aan deze universiteit. Vandaag functioneert ze ook als secretaris van deze commissie. Professor Zwakhalen. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte kandidaat, met veel plezier heb ik uw proefschrift gelezen.
Ik wil dan ook starten met u en uw promotieteam dan ook hartelijk te feliciteren met dit mooie resultaat. En ik bewonder ook uw doorzettingsvermogen. En volgens mij moet u beschikken over een behoorlijk positieve instelling. Want eerlijkheid halve, met elk hoofdstuk dat ik verder las, zakte mij de moed meer in mijn schoenen. Dus ook daarvoor veel waardering. En dat terwijl online platformen natuurlijk wijdverbreid zijn, vele gemeenten gebruiken ze. En het leek ook zo veelbelovend toen we daar een tiental jaren ongeveer geleden mee starten. Maar wat blijkt uit de studies die je deed, het is meer een blok aan ons been dan misschien wel ondersteunend. En dat is natuurlijk een belangrijk resultaat. Ik denk dat is goed om te benadrukken. Ik wil met u discussiëren aan de hand van een rapport dat verscheen het vorig jaar, het rapport van de commissie Bos. En dat heet Oud en Zelfstandig in 2030. En ik wil de schrik al wegnemen, als u het rapport niet kent, is dat geen probleem voor de vraag. Dus ik citeer namelijk een van de adviezen uit dat rapport. En dat advies heet Ga Digitaal. Het advies is niet alleen gericht aan aanbieders van professionele zorg en ondersteuning, voor wie digitale het nieuwe normaal moet worden. Ook ouderen zullen zelf veel meer gebruik moeten maken van digitale technologieën, om hun dagelijks leven makkelijker en aangenamer te maken. Grootschalig gebruik kan leiden tot meer regie, een hogere kwaliteit van leven en doelmatige inzet in tijden van schaarste. In reactie echter daarop schreef het collectief senioren en ook een aantal andere seniorenorganisaties. Wij stellen juist vast, dus de reactie van deze oudere organisaties op het rapport. Wij stellen vast dat er onvoldoende lessen worden geleerd uit mislukte digitaliseringsprojecten. Wat meestal een samenspel is van niet bereikte doelen en grote kostenoverschrijdingen. In onze ogen, dus in de ogen van de ouderen, is nog meer digitalisering niet de meest deugdelijke oplossing voor een steeds groter wordende groep niet-gedigitaliseerde mensen. Zo komt tweedeling in de samenleving tot stand. Ik zou eigenlijk graag van u willen weten, en voor u antwoord geeft, wacht even, of u wel voldoende lessen heeft getrokken uit de mislukkingen of faalervaringen of minder positieve ervaringen uit het project. Des te meer omdat u een hoofdstuk 6 het falen van de platforms lijkt te minimaliseren. En ik citeer uit uw eigen werk, niettemin zijn er ook online platformen die een vrij stevige positie hebben verworven, zoals Mijn Buurtje. En ook in de discussie komt u terug op deze succesvolle, wijdverbreide platformen. Hetgeen me dan aan denken zet, en ik denk, dan is dat digitale probleem misschien bij die ouderen helemaal niet zo groot. Graag uw reflectie daarop. Hooggeleerde opponent, hartelijk dank voor uw mooie woorden, ook ten aanzien van ons doorzettingsvermogen. U vraagt mij, zoals ik het begrepen heb, te reflecteren op twee zaken. Enerzijds hadden wij zelf niet eerder moeten bezien dat digitale oplossingen wellicht niet de oplossing waren hier. En daarna meer over om te reageren op de reactie van deze oudere groep. Toch? Oké. Okay. Wij merkten inderdaad al snel en tegen verschillende studies die zowel parallel liepen als naar elkaar opvolgden, dat dat het heel ingewikkeld bleek om mensen om dit aan te bieden en dat men het wilde gebruiken. Dat was één, dus dat klopt. En tegelijkertijd was het natuurlijk wel een enorm grote ontwikkeling die niemand echt leek te onderzoeken. Het was een aanname. Hè? Zelfs wij ook zagen daar uiteraard potentie in, anders gaan we dat niet onderzoeken. En het was een aanname dat dit wel eens heel erg goed zou kunnen werken. Maar als dus massaal in Nederland en misschien ook zeker ook op Europees niveau, daar staan ook dit soort type platformen, als die massaal worden uitgerold, maar niemand bedenkt zich of ze eigenlijk wel werken, dan heb je aan één studie niet genoeg. En ik denk dat wij, ook al zagen we zagen tegelijkertijd zowel belovende factoren, dus wel, ik wil wel op zich hier en daar ondersteund worden, dat lijkt me wel handig, fijn. En anderzijds uiteindelijk daarna vaak zeg ja, maar ik heb het toch niet nodig. Dus ik denk enerzijds omdat we ook gewoon van belang vonden dat het überhaupt onderzocht werd, hebben wij gewoon onze tanden daarin vastgebeten. En daarom blijf ik het nog steeds relevant vinden, ondanks dat we hier en daar gaandeweg zeker ook daarin dingen zijn tegengekomen. Mm-hmm. Wat heeft u dan geleerd van die ervaringen, van die faalervaringen? Voor mij als onderzoeker heb ik in ieder geval geleerd dat ik op dat soort signalen nog nadrukkelijker zou letten. Ik denk dat we dat zeker toen we al gedaan hebben.
Maar hè, meer in mijn vakgebied noemen ze dat de reflexieve sociologie. Dus ook heel erg kijken van wat is mijn eigen positie ten aanzien van waarom dit geïmplementeerd was en dergelijke. En dan kun je dat ook veel meer nemen in de kritische besluitvorming. En dat hebben we natuurlijk zeker wel gedaan. Maar nu heb ik daarvan geleerd en zou ik dat in de vervolg ook nog meer doen dan dat we dat al deden. Mm-hmm. En dat is mooi. Heb ik nog tijd voor een korte toelichting? Ja? Oké. Want u noemt dat nu en tegelijkertijd zijn er dan wel platformen die wel lijken te werken, hè? Lijken. Hè? We weten dat natuurlijk niet hoe en het noemt u ook terecht. Maar dan denk ik toch, ja, als die dan wel worden opgepakt en wijdverbreid zijn, heeft u dan wel echt het goede gedaan? In die zin is het niet toch, en dat laat ik ook wel een beetje in hoofdstuk 6, waar u dan toch in gesprek gaat met projectleiders, ik nacht net hierop, is het niet te veel het feestje van de onderzoekers en de projectleiders geweest? Want het beklijft niet bij de gebruikers, of ze voelen het niet van hen. Ik denk zeker niet dat het een feestje van de onderzoekers en de projectleiders is geweest. Ik denk dat het een feestje was wat in heel Nederland gevierd werd. En dat wij daar vooral, en daar blijf ik bij, dat wij daar vooral kritisch naar moesten kijken. En dat was primair onze rol. Wij waren geen ambassadeurs van dit platform. Wij waren ambassadeurs van het zoeken of deze platform daadwerkelijk bijdroeg aan waar ze zeiden dat ze zouden bijdragen. Dus dat is wat het is voor mij. Dank u voor uw antwoord. Het blijft jammer dat de ouderen de ambassadeurs niet waren, maar ik geef graag het woord terug aan de project. Dank u wel, professor Zwakhalen. Dan wordt nu de positie voor te stellen professor Wouters. Zij is ook leraar succesvolle technologie-innovaties in de zorg en in de Tilburg Universiteit, Universiteit Tilburg. Professor Wouters. Geachte promovenda en ook voor mij natuurlijk de felicitaties voor het proefschrift ook aan de promotiecommissie. Aan het promotieteam, sorry. Ik wou eigenlijk een beetje doorgaan op de voorgaande vragen, want feitelijk hebben wij best wel veel in elkaars verlengde te vragen. Dus ik heb de volgorde een klein beetje veranderd in between. Als je even doorgaat op de vorige vraag. En de allereerste vraag, als het gaat over cultuur bijvoorbeeld. En dan refereer ik naar hoofdstuk 4 en het onderzoek in Molenberg. U gebruikte daarbij het Consolidated Framework for Implementation Research. En dat is een bekend framework. En daar is ook cultuur een heel belangrijk onderdeel van de zogenaamde inner setting. En ik denk dat cultuur in Molenberg ook wel een belangrijke rol speelt. En dat proef ik ook uit het artikel. Als je, de conclusies denk ik heel terecht. Als je voor buurt A iets prachtigs ontwikkelt, is dat niet automatisch iets wat in buurt B ook omarmd wordt. En zeker niet een buurt met een bepaalde trots zoals ook uit het artikel spreekt. Zijn er bepaalde aspecten waarvan nu zou zeggen van, goh... En een beetje in de lijn van Rogers ook, hè, van waar cultuur ook een belangrijke rol speelt bij de adoptie. Welke aspecten springen er nou uit achteraf in het platform zelf en in de ontwikkeling daarvan die met cultuur te maken hebben en die ook anders zouden kunnen zijn? Dat zou mijn eerste vraag zijn. En mijn andere vraag, de tweede vraag is... Ik proef, en dat proef ik ook uit de vragen van voorgangers, het vraagstuk is niet zozeer van de community zelf, denk ik, gekomen. Dus het is daar niet ontwikkeld ook, hè? Dat is duidelijk. Als je nou nu met de kennis van nu een soortgelijk initiatief zou willen gaan doen, of het nou een platform is of een ander initiatief in een buurt, wat zou je de gemeente Heerlen dan adviseren? Dat zou mijn tweede vraag zijn. Hooggeleerde opponent, hartelijk dank voor uw felicitaties aan mij en mijn team. De eerste vraag is die vraag van de wijze waarop in het platform dat we daadwerkelijk ontwikkeld hebben, de wijze waarop daar cultuur in terugkomt en hoe ik daar nu in ieder geval naar kijk. Ik denk dat er bij deze in Molenberg is heel erg een sociale categorie. Dat is niet een categorie waarmee men zich überhaupt identificeert. En dat hebben wij dus inderdaad ontdekt tijdens de studie. En ik denk dat het culturele aspect daaraan is denk ik heel erg dat wil men überhaupt digitale hulpmiddelen gebruiken om hun leven vorm te geven.
En ik denk dat dat deel, dus de vraag waarom, en die hangt eigenlijk ook meteen weer samen met de vraag, volgende vraag die u stelt. Het waarom, en dat zeg ik ook, hadden we niet misschien moeten vragen, waarom wil je dat überhaupt? En niet, wilt u dat en heeft u daar potentieel behoefte aan? Maar wilt u het überhaupt? En zo ja, hoe zou dat dan al uit moeten zien? En ik denk dat dat iets ook meteen is wat ik zou adviseren richting cultuur. Dus ken je de interesse, identiteit en ja, idealen van de groep die je onderzoekt, waar je iets mee wilt. En überhaupt oprecht interesse aantonen en bevragen. En dan kun je denk ik passende oplossingen bedenken. Ja, hartelijk dank voor dit antwoord. Ben ik het ook volledig mee eens. Ik zal zelf ook nog wel te denken, het überhaupt maken van een platform gericht op ouderen. We weten ook, ja, ouderen voelen zich niet zo oud. En andere ouderen zijn altijd ouder dan de ouderen zelf. Dus dat is misschien ook nog een aspect. En heel veel van de platforms, en dat blijkt ook wel uit de scoping review, zijn wel op zorg gericht. Dus dit soort zorgelijke inhoud zou dat ook nog iets uit kunnen maken. Dus dat de inhoud ook anders gericht is. Meer op het plezier dan op de zorg bijvoorbeeld. Ik denk dat dat potentieel zou uitmaken, maar wederom is dat afhankelijk van de groep mensen. Dus wat ik denk is dat de digitale kloof en ook de diversiteit van de groep ouderen überhaupt is enorm. Dat geeft u zelf ook al aan. De een speelt alleen maar per chance op de tablet en de ander appt met kleinkinderen alsof het mijn generatie betreft. Mm-hmm. Dus ook daar heel erg afhankelijk van, dient iets al dan niet, past iets al dan niet. Beantwoord dan een beetje de vraag? Ja, dat is, dankjewel. Daar heb ik denk ik nog net even tijd voor. Een vraag over hoofdstuk 3, en ik zal het even kort doen. In hoofdstuk 3 ontstaan 3 typologieën. Een hele, hele concrete vraag. U geeft aan dat door die typologie van online platforms, dat staat op bladzijde 67, deze voor geïnteresseerde gebruikers ook beter toegankelijk zijn. En ja, hoe werkt dat nou eigenlijk in de praktijk voor ouderen? En wat is daarvoor nodig? En hoe kunnen bijvoorbeeld mensen met een lage SEP dan beter gebruik maken van dit soort platforms? Dat vroeg me echt af, want ik denk, ja, hoe werkt dat dan? De constatering is, er zijn 3 typologieën en daardoor zou de toegankelijkheid beter moeten worden. Maar ik kan dat niet helemaal visualiseren. Wij hebben zeer bewust, en toentertijd werden echt massaal overal platformen aangeboden, geïmplementeerd door zorg- en welzijnsorganisaties en gemeentes, maar ook aan oudere organisaties, KBO, en ga zo maar door. Buurten werden er eigenlijk een beetje mee overspoeld, maar ook gemeentes. En men wist op dat moment ook echt niet meer wat was. Is dat niet hetzelfde? Is dat juist verschillend? En wij hebben eigenlijk dat heel erg geprobeerd tussen de studie net te doen, maar dat ook meteen door te vertalen, en dat kun je ook in de impactparagraaf lezen, dus door te vertalen naar allerlei adviesgesprekken met gemeenten, maar ook met burgergroepen, maar ook in allerlei materiaal wat we verspreid hebben, om te zeggen van als je kiest, dan kiest hij dit, dan ziet het er ongeveer zo uit, waardoor we mensen meer geïnformeerd een keuze hebben laten maken. Dus dat is wat daarmee bedoeld wordt. Ja, maar het is niet zo dat mensen dat zelf kunnen herkennen. Daar zit nog geen filter in, zal ik maar zeggen. Op het moment dat je gaat zoeken. Als je zo gaat zoeken? Ja. Dit klopt. Dankjewel. Dank u wel, professor Wouters. Dan gaan we nu over naar dokter Keinemans. Zij is lector sociale integratie aan Zuidhogeschool. Sittard staat hier. Er komt straks weer in het Heerle. Het zal hetzelfde zijn. Dokter Keinemans. Dankjewel. Geachte mevrouw de promovenda. Ook namens mij natuurlijk felicitaties met deze mijlpaal. Ik was heel blij toen ik je proefschrift mocht lezen. Ik vond het ook heel, heel interessant proefschrift. Natuurlijk ook omdat het precies kwam in die periode dat we allemaal steeds meer online moesten werken. En in ons domein betekent dat veel zorg- en welzijnsinstellingen ook aan het nadenken waren over kunnen we hulp en zorg en ook de minder tastbare aspecten daarvan, hè, sociale cohesie, kunnen we dat ook vormgeven met behulp van digitale middelen. Dus ik heb het met heel veel interesse gelezen. En met name natuurlijk ook gezien de bevindingen, want het antwoord op jouw onderzoeksvraag, do they support aging in place, was heel evident nee. En je geeft ook diverse
De diverse bevindingen onderbouwen dat ook heel overtuigend. Hè? Je refereerde net ook al in je presentatie aan het feit dat heel veel hypotheses, heel veel verwachte uitkomsten die we eigenlijk hebben bij die community platforms, dat die niet uitkomen. En je concludeert bijvoorbeeld in je stellingen, nou, die online wijkplatformen hebben geen impact op oud worden in de omgeving. Betrokkenheid van eindgebruikers leidt niet altijd tot acceptatie van die wijkplatforms. En ik merk dat je slotconclusie, hè, hoofdstuk 7 in je aanbevelingen, dat me dat dan een beetje verrast. Want wat gebeurt daar? Je suggereert dat desalniettemin toch extra beleid en extra onderzoek nodig zijn en misschien op een andere manier beleid in te zetten om die platforms toch te laten landen. En zo werkt wetenschap natuurlijk, hè. Als we een hypothese niet kunnen onderbouwen of als die niet uitkomst zoals verwacht hebben, dan gooien we niet direct het hele theoretisch framework weg. Nou, eerst eens kijken, kunnen we nog wat aan wat puntjes op de i zetten, wat aan schaven. Maar jouw resultaten, ja, die zijn zo evident eigenlijk, dat ik jou de vraag zou willen stellen, is dit niet ook aanleiding om het hele uitgangspunt, het hele theoretische uitgangspunt, dat die community platforms zinvol zijn, of we daar geen vraagtekens bij moeten zetten? Dus de vraag die ik je eerst voor zou willen leggen is, zie jij überhaupt op basis van jouw empirische bevindingen nog potentie in die wijkplatforms? En welke precieze bevindingen geven daar dan aanleiding toe om dat te denken? Zeer geleerde opponent, hartelijk dank voor uw complimenten, mooie woorden en de vragen. U vraagt mij om te reflecteren op de meerwaarde van wijkplatformen, gezien de bevindingen van mijn proefschrift. Dat zijn natuurlijk, zoals u zelf al zegt, twee dingen. Enerzijds hebben wij voornamelijk kwalitatief onderzoek gedaan naar de impact van de platformen. Dus wij hebben niet daadwerkelijk echt aangetoond of er een samenhang bestaat, hè, dat hebben wij geprobeerd, maar of er een samenhang bestaat tussen deze platformen en de causaliteit daartussen tussen maatschappelijke participatie. We hebben gevraagd naar de ervaren impact bij ouderen. Dus dat is enerzijds waarom ik voorzichtig ben geweest in het trekken van die conclusie sowieso niet of sowieso wel. Dus dat is enerzijds. Maar als u vraagt naar mijn persoonlijke mening, hè, naar jaren hiermee bezig te zijn geweest, dan zou ik zeggen, nee, niet nu. Laten we dat nu nog niet doen. Want ik denk dat voorwaardelijk is voor een online wijkplatform dat daadwerkelijk faciliterend werkt, is dat er een structuur bestaat in deze verschillende communities, of wijken, of buurten, of straten, dat daar enige saamhorigheid is, sociale cohesie is, waarin men elkaar helpt. En als elkaar men niet helpt, geloof ik niet dat men elkaar gaat helpen daardoor. Wel dat als er dat, hè, dus dat meer heers überhaupt, dat dat een prachtig hulpmiddel wel zou kunnen zijn om dat te faciliteren. Dat geloof ik wel oprecht. Maar dat vind ik wel heel interessant, want ik heb dat ook in je proefschrift gelezen. Hè. Je formuleert dat ergens ook van eigenlijk moet er al een soort van gemeenschappelijke identiteit zijn wil zo'n platform kunnen landen. Maar dat is een beetje kip-ei verhaal, hè, want dan zeg je, om iets te bereiken op het vlak van maatschappelijke participatie of sociale cohesie, veronderstellen we al een bepaald basisniveau aan sociale cohesie in samenhang. Ja, en dat is, ik denk dat dat eerst goed bekeken moet worden, of dat, hoe dat is, op welke wijze zich dat uit. En dat er een soort, hè, dat is natuurlijk iets wat een hand in hand zou kunnen gaan. Waarin enerzijds het opbouwwerk, samenlevingsopbouw, daarop ingezet wordt, wat überhaupt natuurlijk ook steeds meer gebeurt, gelukkig. Nog lastig is tegelijkertijd. En anderzijds zouden dat soort hulpmiddelen kunnen helpen. Mijn gevoel zegt dat ook nu nog het niet echt is als helpen. Voor mijn gevoel dat ze nu nog heel erg inzet van dit gaat ervoor zorgen dat men gaat participeren. Ik denk dat die aanname nog steeds bij sommige instanties niet, sommige wel, aanwezig is. En ik denk dat dat dus niet werkt. Ja. Ja, helder. Ja, eigenlijk kunnen we concluderen dat bij een volgende pandemie we dus niet alleen op dit soort platforms moeten vertrouwen, maar dat een soort van face-to-face contact altijd ook nog wel nodig is daarbij. Hè? Ja. Dan heb ik nog een laatste vraag. En dat sluit vooral aan op de eerdere vragen rondom die betrokkenheid van de eindgebruikers. En ook rondom jouw stelling dat je zegt, hè, onderzoek in de zorg zou zich meer moeten richten op het in kaart brengen van de wijze waarop mensen hun eigen realiteit creëren.
Ik ben zo benieuwd, als jij nou echt vrij van belemmeringen, hè, vrij van financiële kaders en dergelijke, zou mogen nadenken over een onderzoek om dit te kunnen doen, zodat je uiteindelijk ook echt met een product bij die eindgebruikers aan kunt sluiten. Ja, zou je eens kunnen meedenken over hoe zo'n onderzoek eruit zou kunnen zien? Dus rondom stelling 8. Ja, rondom de algemene zin. Ja, goed. Je zou dan ergens moeten beginnen, zou je eerst moeten nadenken over welke context je dan wilt onderzoeken. Maar ik denk dat eigenlijk we aan het einde een begin hebben gemaakt waar ik iets mee zou verder zou willen gaan. Dus we hebben eigenlijk tot twee kleine focusgroepen hebben al geproefd. We hebben daar zelf helemaal niet naar gevraagd, naar die tweedeling die uiteindelijk we zien ontstaan binnen die inner setting van Molenberg. Maar die werd volledig zelf bespreekbaar gemaakt tot deze twee groepen. Hopelijk omdat er een open klimaat gecreëerd was door mij als onderzoeker, maar dat weet ik niet zeker. Maar om daar uiteindelijk op voor te borduren. Want daar kwam eigenlijk tot de essentie van waarom het waarschijnlijk ook niet heeft aangesloten. Dus daar zou ik op verder willen gaan. Dus het gaat eigenlijk veel meer over wie zijn de ouderen waar. En dat zou etnografisch van aard kunnen zijn, meer. En dat heb ik natuurlijk gedeeltelijk ook gedaan omdat ze zo intensief daar aanwezig waren, waardoor we dat wel al proefden. Maar dat zou ik dan nog liefst nog meer willen doen. Ja, dankjewel. Dank u wel, dokter Keinemans. Dan wordt nu de oppositie voorgesteld, dokter Daniels. Even kijken. Daar zit hij, lector ondersteunende technologie in de zorg aan Zuid Hogeschool. Nu met adres Heerlen. Dokter Daniels. Dank u. Geachte mevrouw de Pommervin, ook gefeliciteerd, proficiat aan uw hele team met een mooi, maar ook heel gedurfd proefschrift. Want het gaat hier wel over een radicale innovatie waarmee u aan de slag gegaan bent, waarbij u toch een beetje de kapitein was. En daaromheen ook nog creatief moest zijn met het doen van onderzoek. En ik vind het ook heel mooi dat u user-centered design als basis heeft genomen. En mijn vraag gaat eigenlijk vooral over hoe dat hele innovatietraject heeft plaatsgevonden. En ten eerste over ja, of er sprake was van een samenwerkingsverband. Want het eerste hoofdstuk begint met we. En daar vroeg ik me af van wie is we? En we zien ook dat er zorgorganisaties bij betrokken zijn. Waren die onderdeel van het samenwerkingsverband? Die moesten ook misschien wel een transitie door. Van hoe gaan wij onze services nu aanbieden? En ik heb niet zo'n heel goed beeld van, goh, was dat een samenwerkingsverband? En hoe werd dat vormgegeven? En als u er nu op terugkijkt, was u daar dan tevreden over? Zeer geleerde opponent, hartelijk dank voor je felicitaties. U vraagt mij te reflecteren op het samenwerkingsnetwerk dat al dan niet bestond ten grondslag van dit proefschrift. Daar hebben verschillende samenwerkingsverbanden bestaan waar binnen dit onderzoek rondom dit proefschrift heeft plaatsgevonden. Een daarvan was Proeftuin Heerlen. Dat was een aanzienlijk groot verband met onder andere gemeenten, Zuiderland, grote zorg- en welzijnsorganisaties, die eigenlijk bij elkaar zijn gaan zitten toen de tijd met de ambitie om te kijken van hoe kunnen we langdurige zorg en kwetsbare burgers en de ouderen en buurten, hoe kunnen we daar een bijdrage aan leveren? Dus die hadden wel vergelijkbare ambities daaromtrent. En een van de innovaties die binnen die proeftuin is ingezet, was een online wijkplatform, die wij ook onderzocht hebben, om te kijken. Het idee was daarbij, dit gaat misschien helpen. Misschien kunnen we hier aan allerlei, dat was uiteindelijk de ambitie, die was aardig groot, om allerlei diensten vanuit ook ziekenhuizen daarin te integreren. Dus dat is dat samenwerkingsverband dat daar aan de grondslag lag. Maar als u even denkt aan samenwerking tussen organisaties om innovaties te bewerkstelligen, heeft dat dan goed gewerkt? Ja. Want het veronderstelde ook dat organisaties een transitie doorgingen. Mm-hmm. Uiteraard. Wat is uw gevoel erover? Dat is exact wat denk ik ook op dat moment heel erg speelde. Dus je merkte ook dat al deze organisaties daarin heel erg, dat was net in die aanloop waarin die transitie plaatsvond. Dus Ik wil graag uw mening over hoe de samenwerking verlopen is. Hoe de samenwerking verlopen is. En of u denkt. Ik denk dat er samenwerking was op denkniveau, maar uiteindelijk weinig op uitvoerend niveau. Kunt u daar wat meer over zeggen? Ja, wij zaten. Men had dezelfde ambities. Maar uiteindelijk als puntje bij paaltje kwam, investeerde men weinig in de uitvoering rondom die samenwerking.
Hoe zou u het anders willen hebben? Wat zou u anders doen? Ik denk, dat heb ik toevallig van... dat maakt verder niet uit. Kwetsbaar zijn. Dus de belangen op tafel. En heel duidelijk weten dat gezamenlijke belangen zijn. Maar dat ieder zijn individuele belangen heeft. Ook al zijn die misschien soms zelfs... bijten die elkaar een beetje. Maar alleen dan, als je daar eerlijk over bent, dit is mijn belang, dit is jouw belang. We willen hier eigenlijk samen naartoe. Hoe kunnen we dan dus samenwerken om één aan onze eigen belangen te voldoen, maar ook aan het collectief te werken? En dat is denk ik iets wat weinig gebeurt, maar veel meer zou moeten gebeuren. Dank u wel. Ik wil het met u hebben even over user-centered design. Mm-hmm. Als ik kijk naar hoofdstuk 4, en daar is net door mijn collega ook al aan gerefereerd, vind ik hele rijke informatie over Molenberg, over waarden, over cultuur, over hoe mensen willen samenleven. Als ik kijk naar hoofdstuk 1, dan zie ik dat soort informatie wat minder duidelijk terug. En ik hoorde u net ook zeggen, er zijn eigenlijk misschien ook wel verschillende doelgroepen te onderscheiden. Denkend nu vanuit user-centered design, had u niet meer aan de voorkant moeten investeren in wat u in hoofdstuk 4 heeft gevonden? En had u ook misschien wat meer vanuit persona's moeten denken? En u bedoelt eigenlijk om te vragen of wij wel divers genoeg doelgroepen hebben geïncludeerd in het user-centered design proces? Nou, en misschien wel genoeg ook begrepen hebben van wat er speelt in zo'n wijk, in de hoofden van mensen, et cetera. Ja, ik denk dat wij dat juist in die vierde studie absoluut zeker hebben gedaan. En ik denk dat in de ontwikkelstudie, ik neem aan dat u die bedoelt, dat daar in zozeer ook dat daar ook allerlei, want het waren meer de frail older people zelfs, die daar geïncludeerd in werden om mee te denken. Hè? Dus we daar hebben heel erg vanuit observaties en interviews gekeken naar algemene behoeften. Dus niet eens, het platform was er nog niet helemaal niet in beeld. En dat was wel weer een wat kwetsbaardere groep. Dus uiteindelijk hebben we nog steeds overwegend hoogopgeleide ouderen geïncludeerd. Maar ook bij Molenberg waren dat zowel hoog als laagopgeleide in het begin van de studie. Dus ik denk dat ze wel vertegenwoordigd waren in het user-centered design. Maar goed, hè, dus dit is niet voor niets een van mijn stellingen. Ik denk dat wel, überhaupt in het onderzoek naar thuiswonende ouderen, de doelgroep gemakkelijk als homogeen benaderd. En soms is dat simpelweg de uitkomst van werving, want we weten allemaal dat meer hoogopgeleide mensen meedoen in een onderzoek. En anderzijds, voor mijn gevoel zijn we daar wel alert op geweest. En soms is het simpelweg niet gelukt om andere mensen dan hoogopgeleide mensen te betrekken in onze onderzoeken. Goed, dank u wel. Is er nog ruimte? Gewoon een korte vraag. U zijn het zelf al kwetsbare ouder en u moet het me niet kwalijk nemen, maar ik ben door de heer aan de overkant ook zeer geleerd om na te denken over kwetsbaarheid in mijn eigen promotieonderzoek en de definiëring daarvan. Mm-hmm. Ik begreep niet helemaal uit het ontwikkelhoofdstuk hoe u kwetsbaarheid gedefinieerd heeft. Wij hebben kwetsbaarheid gedefinieerd, of althans de Groningen Frailty Indicator hebben we daarvoor gehanteerd. En die hebben wij afgenomen. En de exacte score weet ik niet meer. Maar als die dus in een frail schaal terecht kwam, mochten mensen meedoen. Dus op die wijze hebben wij kwetsbaarheid vastgesteld. Oké, ik dacht dat ik las 65 en ouder. Maar ik heb de GVI dan gemist. Okay. Waarschijnlijk. Ja. Goed, dank u wel. Ik geef het woord terug. Het trillen van het pedaal. En die is er nog niet, dus u mag nog even doorgaan. Goed. Dan wil ik nog even toch over het ontwikkelhoofdstuk en de observaties daarin. U heeft 3 mensen geobserveerd. En het is mij niet helemaal duidelijk wat daar het doel van is en wat het u heeft opgeleverd. Ja. Wij hebben deze mensen geobserveerd in hun thuiszetting. Dat waren andere onderzoekers dan ik zelf overigens. Maar wij hebben daar heel erg gekeken hoe het leven van onze ouderen eruit zag. En vervolgens zijn we met hun over de dingen die wij zagen, dus de wijze waarop ze technologie al dan niet gebruikten, zijn we met hun in gesprek gegaan daarover. Het is toch weer op tijd gelukt. En de vraag was beantwoord, denk ik. Hè. Dus dan is hiermee de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift voorbij.
De commissie zal zich terugtrekken voor het beraad en ik verzoek u en uw gezelschap de uitkomst van het beraad en onze terugkeer hier af te wachten. Dan schors ik tijdelijk even de vergadering.
Nee, dus je moet wel staan daar. Maar... Mevrouw de promovende, de commissie heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en over de wijze waarop u dat heeft verdedigd. En op grond van haar positief oordeel over beide aspecten en gelet op de vroeger door u afgelegde examens, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. Dr. Spreeuwenberg is gemachtigd u met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. En even een opmerking. Normaal gaan wij dan allemaal staan, u ook en wij ook, en dan zetten we beretten op. Maar vandaag of gisteren is dit scherpje afgekeurd, want over dat scherpje kunnen we elkaar toch nog bespugen. En dus mogen wij blijven zitten. Dat is ongebruikelijk, maar de promotiecommissie blijft zitten, alleen de promotor staat. Dat u dat weet. Belooft u dat u altijd volgens de regels van de beginselen van de wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk. Ja, dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het, het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik u hierbij Sarah, Catharina, Marten, Willard tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens de wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik nu de beul door de rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het groot zegel van de universiteit bevestigd. Beste, maar ook lieve Sarah. En daar sta je, je bent klaar. En wat zijn wij als promotieteam ontzettend trots op jou. Luc en Erik hebben mij verkozen om de laudatio uit te spreken, maar natuurlijk spreek ik volgens ons, namens ons alle drie. Na je studie social work en sociologie wist je nog niet goed wat je wilde doen. En je besloot aan een jumpstart traject mee te doen, vanuit Zuiden Hogeschool. En bij jumpstart ga je als trainee bij enkele organisaties werken om ervaring op te doen en ook om te gaan onderzoeken wat je zelf wilt gaan doen. Om zo ook je verdere carrière vorm te geven. En waar begon je? Als persoonlijke assistent van Luc. Ja, als zijn PA. En wat was Luc daar blij mee? Het hele leven van Luc werd opeens georganiseerd. En het werd allemaal wel heel erg makkelijk gemaakt voor hem door jou. Nog jarenlang hingen de promotieposters van Jumpstart met jouw stralende foto in de gangen van Zuid. Om nieuwe jumpstarters te werven. Ik denk dat je je carrièrekansen hebt gemist en model had moeten worden.
Luc zag al snel dat je meer in je mars had. Het Jumpstart-traject werd daarom afgesloten en ging bij Zuid verder als promovendus. Hij stelde je voor om te promoveren op een project waar Erik en hij samen mee bezig waren, namelijk het evalueren van de ontwikkeling en implementatie van een community platform. Luc zei daarbij, ach Sarah, je kan dat wel in 2 of 3 jaar. Dat lukt je makkelijk. Daar heb je vast de volledige 4 jaar niet voor nodig. Nou, gelukkig wandelden wij wel eens met elkaar en ik zei, nou Sarah, dat is misschien wel een beetje snel. Ik denk dat het een beetje overdreven is en misschien niet echt heel erg realistisch. Maar toen ben je begonnen aan je promotietraject. Je werkt dan op de Zorgacademie Parkstad, waar voornamelijk ook andere lectoraatonderzoekers ook vandaag aanwezig werken die zich bezighouden met de evaluatie en implementatie van e-health en zorgtechnologie. En op SAP had je een belangrijke functie. Je was vraagbaak. Bij Sarah kon je niet alleen terecht voor allerlei vragen rondom kwalitatieve onderzoeksmethodieken, maar ook met persoonlijke verhalen. Want als je een verhaal aan Sarah vertelt, is het veilig. En wat heb je hard gewerkt? Je bleek niet alleen uit te munten in je onderzoeksvaardigheden, vooral kwalitatief, maar je ook super goed te kunnen verbinden met de mensen waar het uiteindelijk om gaat. Namelijk de bewoners in de wijk en de zorgprofessionals die in de wijk werken. Echter, vanwege jouw vaardigheid gingen die mensen heel veel op jou leunen. En we liepen het gevaar dat zonder jou alles stond en of viel. En als we de definitie van participatief onderzoek nemen, was jouw onderzoek hier een waar voorbeeld van. Sarah, ik denk dat je het heel erg belangrijk vindt om jou te verbinden met mensen. En daar ben je ook goed in. Zo ook in het promotieteam. Ik heb onze gezamenlijke afspraken altijd heel erg gewaardeerd. We waren open, kritisch, maar vooral ook erg vriendschappelijk met elkaar. En ik denk dat jij dat belangrijk vindt in je werk, om je te verbinden met mensen. En voor jou waren die promotieoverleggen echt niet altijd makkelijk. Als Luc zei, prima zo, indienen maar, waren Erik en ik dat daar nog niet over eens. En we hadden discussies over meer of minder de nadruk op implementatie, meer of meer minder aandacht voor statistiek, meer of meer aandacht voor academische theorieën. En aan jou was het de taak om steeds meer je eigen keuze hierin te maken. Ik heb deze discussies en deze samenkomst altijd erg gewaardeerd. En ik mis dat deze nu zijn afgelopen. Sarah, je hebt knap werk geleverd over een onderwerp wat in eerste instantie heel makkelijk en overzichtelijk leek. Maar in de werkelijkheid veel complexer en veel moeilijker bleek. En eerlijk gezegd, misschien was de tijd nog niet rijp voor dit soort innovatieve digitale tools. Corona heeft er veel aan veranderd en ik denk dat als je promotie nu gestart was, wellicht de resultaten wel anders waren geweest. Je hebt je parallel aan je promotieonderzoek enorm goed ontwikkeld als docent en onderzoeker. Zuid Hogeschool is vast heel erg blij met jou. Je vervult dragende rollen in het onderwijs. Je bent coördinator van de Minor Science, docent en afstudeerbegeleider in de Master AMP. En je zit in de voorhoede over de facultaire ontwikkelingen wat betreft Living Labs, waarbij onderzoek, praktijk en onderwijs verbonden wordt. En je gaat nu verder op het snijvlak social werk en extramurale zorg met de combi-aanstelling bij de opleidingen en lectoraten op het terrein van sociaal werk en verpleegkunde. En zo komt de expertise vanuit jouw promotietraject nu prima samen. Ik las in je dankwoord dat je dochter Nora ervoor zorgt dat je niet kan haasten. En ja, Sarah, je kent ook mij. Dat is een hele belangrijke les. Balans houden. Sarah, ik vind jou lief. Ik vind je warm. Ik vind je vurig. Ik vind je intelligent en vooral passioneel. Ik waardeer onze wandelingen samen en het contact dat ik met je heb. Sarah, namens Luc en Erik wil ik je hartelijk feliciteren met je titel als dokter. Laat corona deze dag jou niet verpesten. Ook feliciteer ik je ouders en Eden en Lieke. Ga het nu vieren, op welke manier dan ook. En ik heb je nog uitgenodigd voor een groot feest bij mij en die blijft staan. Wij gaan nog eens een keertje samen goed een feestje vieren. Ja. En ook nu. Ja, dankjewel. Dr. Willaert, het is mij genoegen om namens de universiteit u te kunnen gelukwensen met uw net behaalde dokterstitel.
En bij die felicitaties wil ik ook insluiten, geliefden die verspreid in de zaal ook aanwezig zijn. Ik heb ook wat geleerd. Ik begin langzaam in de leeftijd te komen dat binnenkort ook ongetwijfeld gewillige mensen mee willen doen, aansluiten bij wijkgroepjes en dergelijke. Nader de 80. Ik ben dan een gewaarschuwd man en weet dus dat het allemaal waardeloos was. Is dat toch een belangrijke mededeling. U bent een alumnus uit Amsterdam, begrijp ik? Correct. En zo moeten we u ook opvatten. En dan is het altijd erg plezierig dat u gekozen hebt voor deze universiteit om hier uw academische opleiding af te ronden. Dank daarvoor. Er staan allerlei revenuen ook voor ons tegenover. Daar zijn we ook dankbaar voor. Hebt u niks aan? Misschien uw vakgroep of vakgroepen of misschien Hogeschool Zuid. Dat weet ik niet of ze dat goed uit onderhandelen. Maar dank in ieder geval. En dan, als ik toch een danker ben, wil ik ook bedanken de mensen die van buiten gekomen hebben deelgenomen aan deze plechtigheid. Voor veel mensen is het gewoon dat ze hier in dienst zijn. Dan moeten ze komen en dan komen ze ook graag. Maar voor professor Wouters en dokter Keineman en dokter Daniels is het eigenlijk een eer naar ons toe dat u hebt willen participeren. Dank daarvoor. Dan moet ik een paar praktische opmerkingen maken. Kijk, normaal zouden wij nu in een hele feestelijke stoet waarschijnlijk richting Refter gaan. Heel veel mensen delen daar recepties. U hebt helemaal die kans niet gekregen, want die mooie receptie waarvoor iedereen uitgenodigd is, voor in het boekje met zo'n inlegger, die gaat helemaal niet door vanwege corona. Dus het is hierbij eigenlijk afgelopen. Dus ik moet u dadelijk verzoeken, alle mensen moeten dan de zaal verlaten en in stilte afdruipen buiten, misschien de dokter opwachten. Maar de mensen die het meest nabij zijn, huwelijkspartners, kinderen, vader, moeders, die mogen wel even blijven. En dan worden er nog wat foto's gemaakt. Dat mag ook niet op de trap in de hal, waar dat de laatste jaren gebruikelijk begon te worden. Dat is overigens een hele korte traditie hoor, die bestaat niet langer dan 2 jaar. Maar goed, dan noem je dat al een academische traditie. Dat mag ook niet. Dus de fotograaf wordt uitgenodigd om hier een paar mooie foto's te maken van de jonge dokter met haar promotores. En eventueel met deze club er ook omheen in derde instantie. En intussen moet u de zaal verlaten van het college van bestuur, want anders kunnen we allemaal corona krijgen, dat willen we niet. En dan is hiermee deze zitting eigenlijk voorbij en die sluit ik hiermee dan ook.